Stephanie van JustLiveProf.nl en in samenwerking met UWV Perspectief gaan wij een aantal video's maken. En vandaag zit ik hier met mijn man, Esli. Hoi! Ik kreeg vaak de vraag via JustLiveProf hoe het is voor mijn man en hoe het is voor mijn familie. Vandaag had ik mijn man gevraagd of hij bij de video wilde komen zitten. Om een spannend. Aantal. Ja, eerste keer voor de camera in plaats van achter de camera. Ja. Maar we gaan een aantal vragen beantwoorden voor jullie. Ja, het was heftig. Anderhalf jaar is niet heel kort. Het is anders dan dat je 10 jaar samen bent. Tuurlijk, maar je gaat van elkaar houden, je hebt liefde voor elkaar. Natuurlijk, het is moeilijk. Maar liefde overwint alles. Je hebt soms mindere dagen, je hebt soms betere dagen. Ja, het verschilt een beetje. Als jij een mindere dag hebt, en ik moet bijvoorbeeld in de ochtend wel heel veel doen. Met zeen, naar school, naar opvang brengen. Ja. Na werk, dan kom ik thuis en dan heb jij niet de energie om dingen te doen. Ja. Ja, dan doe ik na werk ook nog eens alle huishouden. Boodschappen, koken, zeen wassen, naar bed brengen. Ja. Voordat ik pas op de bank zit, misschien is het 8:30, 9:00. Ja. Ja, dat is soms wel wat pittig. Maar wel een aantal momenten in het ziekenhuis dat je de boel echt bij elkaar gilde. Ja, het was van de pijn, maar ook thuis. Aan het begin van je ziekte met Agnes, niet weten wat het was. Ja. Dat was heftig. 2 maanden lang geduurd natuurlijk, voordat we dat wisten. Ja, vrienden is wel natuurlijk een belangrijk aspect. Ja. Waarmee je kan praten, maar ook leuke dingen mee kan doen. Zeker. Het geloof is ook heel belangrijk. En leuke dingen doen met het gezin natuurlijk ook. Absoluut, ja. Nu het kan, dan doen we dat absoluut. Ja. Ja. Je bent altijd zo positief. Hoe blijf je dat voor elkaar krijgen? Ik bedoel, ik kan niet elke dag positief zijn, maar jij bent altijd positief. Ja, ik ben sowieso, mijn instelling is sowieso van, ik ben altijd vrolijk. Ik probeer geen negatieve mindset te hebben. Ja, absoluut. Dat is denk ik al het belangrijkste waar het al begint. En dan is het heel makkelijk eigenlijk. Onwijs bedankt dat je deze vragen wilde beantwoorden. Ja, graag gedaan. En iedereen thuis wilde laten zien hoe jij daarover denkt en erin staat. Ja. Dankjewel. Nou, super bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie je over 2 weken weer. Doei. Doei.